Scar Guy? Hier groen AR trouwens. Ik heb een blauwe. We zijn wel onze random verloren in de strijd. Dat die was ergens anders en toch gaan het niet. Nee, die was in flush geland volgens mij, maar hij faalde gewoon. Dus dat dacht ik. Volgens mij ook. Ik weet niet, man. Oeh, people are here, yes. Very nice. Oh kak, ik ben een retard. Boys? Boys! Wat is er? Ik loop achter ze. Een RPG boys. Oh, die loopt er daar in. Ja. Ze zitten in het achterste gebouw. We hebben ons nog niet door, Ruben. Het achterste gebouw zit er in strok en buiten, hè? Ja, waar is de kerel van buiten naartoe? Oh. Dat ik ga engageren. Ik word geschokt, boys. Ik ook. Ik ben goed in de spelen. Oh. Kut, sorry. Daar gaat Jurie. Daar is hij. Hij mag best naar mij toe komen. Oh ja! Is beneden, Jurie. Serieus? Ja! Zijn ze allemaal dood? Wow. Ik had een trap geplaatst in de ingang. En de allerlaatste is in mijn trap gelopen. Lol. Zijn ze dood allemaal? Ja, ik allemaal. Had ze allemaal. Legendarisch nu al. Dat was echt filthy as fuck. En die naast ons zat, die peerde, en die ging in één keer kijken, ja, knijp hard vandoor. Wat ging hij doen dan? Holy shit, gast. Die allereerste guy hiervoor, ik burst hem 2 headshots. 67. Maar de hele inventory is blue. Maar dat is helemaal paars. Maar mag ik RPG ammo's? Ik wil ook RPG ammo's. Ik heb er 4, ik heb ze hier gedropt. Yo, jij hebt sowieso geen RPG, Ruben. Ik heb er 4 gedropt, jongens. Ja. Hoeveel heb jij er? Waarom helemaal daar? En waar was hier? Waar Ruben is. Geen idee. Misschien heb ik ze al. Zou ik ook zeggen. Verkwond hier, Ruben. Hoeveel heb jij er dan? 1. Nou, dan drop ik wel een paar. Ik heb er 11. Hier. Ik heb er 4 gedropt. Dank. Eigenlijk heb ik 4. Oh, is van Jori. Heeft iemand ook assault rifle ammo te veel? Nee, dat niet. Is hier nou geweest of niet? Ja, hier, ze hebben hier geen allemaal boxes geloot. Dat gebouwtje heb ik nog niet gehad met het ronde dak, Ruben. Ronde dak? Waar is je een rond dak? Oh, die. Ja. Ja, Ruben, nou gaat het opblazen. Vertrouw het niet. Vertrouw het ook niet. Ik heb de C4's gehoord. Ik heb nog wel een mini-shieldje, dus dankjewel. Waarom laten jullie sniper liggen?